heet... Ja, hoe heet het eigenlijk? Dit spel is het voelspel. Het voelspel. Ja. Oké. Okay. En met het voelspel gaan we spullen zoeken die oranje zijn of rood-wit-blauw. Want dat hoort bij Koningsdag. Oké, okay, dus die gaan we eerst verzamelen. Ja. Ik pak de wasmand. Stop ik daar alle spullen in. Ik ga even door de klas zoeken. Ik ook. Aan de slag. Gaan jullie in huis zoeken? Zoveel mogelijk oranje, rood-wit of blauwe spullen. Tot zo. Wasmand halen en onder de doek leggen, onder de sjaal. Dus ik pak iets bij juf Linda en juf Linda pakt iets bij mij. Zullen we ze in het midden leggen? Okay. Je kan natuurlijk ook één bak maken. En als ik het eronder leg, mag jij niet kijken. Doe je je ogen dicht. Het ligt onder de sjaal. Je mag voelen als ik zeg ja en raden wat eronder ligt. Oké, okay, dus ik doe mijn ogen dicht. En ik leg er wat onder. Ik draai hem even om, dan kan ik echt niet spieken. Ja, je mag voelen. Oké, okay, dus ik ga niet kijken met mijn hand eronder. En wat denk je dan dat het is? Hoe voelt het? Hard. Hmm. En mijn hand kan er aan de ene kant in en aan de andere kant zit het vast. Is het misschien een oranje beker? Was het een oranje beker? Ja, het was een oranje beker. Tadaa! Goed gedaan, juf. Oké, okay, dan gaat deze weer terug. En nou moet jij even je ogen dicht doen. Ja. Zandloper. Tada! Yes! Het is dat ik had onthouden dat ik hem had in de klas. Het is inderdaad de zandloper. Leuk spel, hè? Nu kunnen jullie het thuis zelf ook proberen. Zoek vooral veel spullen en verstop ze en laat iemand anders raden wat eronder zit. Veel plezier!